Ik heb u gevraagd om het hoofdstuk van Habakkuk te lezen en hier voor te bereiden. En we gaan het deze ochtend alleen niet hebben over dat Habakkuk klaagde, wat in hoofdstuk 1 en 2 zien. We gaan het ook niet hebben over Gods antwoord aan Habakkuk in hoofdstuk 2. En we gaan het eigenlijk ook niet hebben over zijn lofprijzing aan God uit hoofdstuk 3. En dan zal u zich waarschijnlijk afvragen, ja, waarom heb ik dan Habakkuk moeten lezen? Nou, het gaat er namelijk om, het gaat niet in dit geval over Habakkuk, maar het gaat erover wat u over uzelf hebt mogen herkennen in dit boek. Toch ga ik iets zeggen over Habakkuk. En wat zijn naam als betekenis heeft. De naam Habakkuk is in die tijd een vrij ongebruikelijke naam. Men meent dat de betekenis van zijn naam omarmen betekent. En omarmen in die zin als een soort van een slingerplant. Een slingerplant die zich ergens aan vastplant en dan vervolgens zich omheen wikkelt om verder omhoog te groeien. Andere bronnen geven weer aan dat deze naam meer is in de zin van iemand die niet weg wil gaan op een feestje als het afgelopen is. Kent u dat soort types? Dat als je eigenlijk naar bed wil gaan, maar dat typetje blijft toch zitten. Een beetje een plakkerig typetje. Eigenlijk weten we verder heel weinig over Habakkuk. En daarom wordt dat boek van Habakkuk ook geschaard om de kleine profeten. Alhoewel Habakkuk een hele belangrijke, een hele grote boodschap te brengen had aan zijn volk, de Israëlieten. En dat gebeurde rond 600 voor Christus ongeveer. Ook al is het zo lang geleden, Habakkuk heeft ook vandaag ons iets te vertellen. Eigenlijk heel goed nieuws, geweldig nieuws zelfs. En als we dan de naam Habakkuk even mogen gebruiken in deze zin als een plakkerig typetje, dan schetst dat misschien een negatief beeld, maar wat er eigenlijk mee bedoeld wordt is dat deze man, Habakkuk, deze profeet, zich eigenlijk vastklampte aan God. En net zoals dat vervelende typetje op een feestje, of nog erger, die klimplant die niet losraakt van datgene waar hij opgegroeid is, zo zat Habakkuk om God heen gewenteld. Hij was niet los te krijgen van God. En dat zien we ook in het gesprek wat Habakkuk met God heeft. Habakkuk laat niet los in dit gesprek. In dit boek namelijk van Habakkuk lezen we dat Habakkuk geen profetie uitspreekt over het volk, maar het gesprek juist aangaat met God in de ik-vorm. We zien hier een uitermate persoonlijke houding, een uitermate persoonlijke verhouding die Habakkuk heeft met God. Ik hoop dat u dat ook opgevallen is, dat u dat ook heeft gelezen. Want Habakkuk was een man die aan God vast zat. Die liet God niet gaan. En in het boek Habakkuk richt hij zich niet op het volk met een boodschap, wat we bij andere profeten juist heel veel zien. Maar hier zien we dus dat Habakkuk zich met een boodschap richt op God. Dat zien we ook wel in andere boeken terug, zoals Jona of Jeremia. Maar Habakkuk, in dit specifieke geval, richt zich helemaal niet op een ander dan behalve God. En dat maakt het wel anders. Ook wij richten ons vaak op God dan op anderen. En daar is natuurlijk in de basis helemaal niks mis mee. God wil zelfs dat je naar hem toe komt. Sterker nog, God die verlangt dat je naar hem toe komt. En nog veel sterker, het is zelfs een opdracht van God dat je naar hem toe komt. De vraag deze ochtend is alleen, met wat kom je bij God? Er staat in Habakkuk 1 staat, Heere, hoe lang moet ik nog om hulp roepen zonder dat u het hoort?
Habakkuk schreeuwt het uit. Help, geweld. En hij zegt, maar u doet niks, zegt hij tegen God. Maar waarom laat u mij dat onrecht zien? En hoe kunt u zelf al die ellende aanzien? Waar ik ook kijk, zegt Habakkuk, overal heersen onderdrukking, geweld, ruzie en oneenigheid, zegt hij tegen God. Ook zegt hij tegen God, de wet verliest haar kracht en de rechtspraak is verziekt. Want de goddelozen drijven de rechtvaardige in het nauw en het recht wordt verdraaid. Dit zei Habakkuk 600 jaar voor Christus, ongeveer 2600 jaar geleden. Als ik nou NOS aanzet, de dag van vandaag, zou ik hetzelfde kunnen zeggen. Of niet? Exact hetzelfde. Alles wat slecht is, wordt goed. En alles wat goed is, is slecht. Alhoewel, niet, dat is een beetje overdreven, maar dat is wel waar het naartoe dreigt te gaan. Maar er is onderdrukking, er is geweld, er is ruzie, er is oneenigheid. En niet zomaar oneenigheid, er is gewoon oneenigheid in de politieke, bij de wereldleider, bij de politiek. De leiders die het land moeten besturen, die de wereld richting moeten geven, die ons richting moeten geven. Maar er is ook onderdrukking, geweld, ruzie en oneenigheid op veel kleinere schaal. Thuis. Vandaar de vraag, net als Habakkuk, stellen wij die vraag misschien ook wel aan God, met regelmaat. Als u dan zo goed en machtig bent, waarom moeten onschuldige mensen dan nog lijden en gaan de schuldigen vrij uit? Waarom doet u niets aan de puinhopen, en ellende in deze wereld? Waarom, God, schreeuwen wij het soms uit net als Habakkuk? Waarom is er ziekte? Waarom is er armoede, ongelijkheid, racisme, verkrachtingen, pedofilie, ruzies, rampen, familiedrama's? Ga zo maar door. We hebben het er zelf maar al te moeilijk mee met dit soort essentiële vragen. Zelfs ook als we deze met anderen willen bespreken, komen we er vaak niet uit. Krijgen we niet het antwoord wat we willen horen. Behalve dat God zal er wel een bedoeling mee hebben. Alsof dat antwoord al onze vragen, verdriet, moeite, slapeloze nachten enzovoorts wegnemen. Het zal voor een tijdje bemoedigend zijn, maar at the end of the day heb je geen specifiek antwoord op die specifieke vraag die je mogelijk je hele leven zal achtervolgen. Domweg omdat wij mensen geen antwoord kunnen geven. Wij weten het niet. Wij weten het specifieke antwoord op, of het specifieke antwoord op die specifieke vraag weten wij niet. Laten we ook niet doen dat we het wel weten, laten we wel medeleven. Empathie hebben met die mensen die bij ons komen met hun verdriet, met hun vragen en zelf geen antwoorden bedenken in de hoop dat we er ons beter door voelen. Laten we net als Habakkuk met deze vragen, met zulke vragen, met zulke problemen naar God gaan en net zo lang, zoals Habakkuk ook deed, net zo lang aandringen op een antwoord totdat je het wel deed. Habakkuk levert in dit boek daarvan een prachtig voorbeeld. Het antwoord kan uitblijven of het is een antwoord dat je niet wil horen. Dat kan ook. Dat antwoord wat dan komt, kan overigens wel degelijk bij een gelovige broeder of zuster vandaan komen. En door God geïnspireerd zijn om dit woord aan jou of u door te geven. Als een soort doorgeefluik van God naar jou. Dit antwoord zal dus niet vanuit eigen inzicht komen, maar vanuit de Heilige Geest. Het specifieke antwoord op jou of uw vragen, op uw specifieke vraag, kan op allerlei mogelijke manieren tot u komen. Vanuit de Bijbel, vanuit een lied, vanuit een broeder en een zuster natuurlijk, maar zeker ook direct vanuit God die tot je spreekt. Zo ook bij Habakkuk. God spreekt direct tot Habakkuk na aandringen. Hij bleef maar doorpraten met God, een heel hoofdstuk lang, en vervolgens komt God met een antwoord. Overigens niet het antwoord wat hij wilde horen.
En nu krijgen we de vraag, als wij dan door blijven vragen naar God, zouden wij dan het antwoord willen horen? Willen wij wel horen wat God vervolgens ook aan Habakkuk had beantwoord? Wanneer God zegt, maar de rechtvaardige zal door geloof leven. Maar de rechtvaardige zal door geloof leven. Laten we even teruggaan naar het boek Habakkuk. Wanneer we de hoofdstukken 1 en 2 spiegelen ten opzichte van hoofdstuk 3, dan zien we een aantal enorme veranderingen bij Habakkuk. De eerste hoofdstukken heeft u gelezen dat Habakkuk worstelt met God. In hoofdstuk 3 lezen we dat Habakkuk de rust vindt in God. In de eerste twee hoofdstukken lezen we dat Habakkuk zich echt beroerd voelt over het onheil over het volk Israël. In hoofdstuk 3 lezen we dat hij zich gelukkig en gezegend voelt. In de eerste twee hoofdstukken zien we dat Habakkuk schreeuwt naar God. In het laatste hoofdstuk zien we dat hij God toezingt. Eveneens lezen we dat Habakkuk een gebed uitspreekt en in het laatste hoofdstuk God lofprijst. In het begin is Habakkuk ongeduldig, maar het laatste hoofdstuk is hij tot kalmte gekomen en praat hij geduldig. In de eerste twee hoofdstukken zie je dat Habakkuk smeekt om recht en zit hij diep in de put omdat God niets doet. Maar in het derde en laatste hoofdstuk lezen we dat God wel degelijk zijn plan bekend maakt, waardoor Habakkuk eigenlijk smeekt om genade. Wat is hier met Habakkuk gebeurd? En waarom zo'n contrast? Ten eerste, Habakkuk vertelde precies aan God hoe hij erover dacht. Habakkuk verstond heel goed het verschil tussen een vragend gebed en een ondervragend gebed. Dat is een mooie les voor ons. En voor mij. Een vragend gebed is een gebed waarin we van alles vragen aan God wat wij willen dat God voor ons gaat doen. Daar is niks verkeerds mee. Maar wanneer we specifieke antwoorden willen ontvangen op specifieke vragen, zie je dat Habakkuk hier God allerlei vragen stelt. En dat zijn ondervragende vragen. Hiermee ga je dus in gesprek met God, de dialoog met God aan. In plaats van dat je slechts en alleen een antwoord van ja of wacht even verwacht. Oftewel een monoloog. Als je dit wel eens heeft geprobeerd, maar God heeft nog nooit geantwoord, dan moet je hem wel eens een andere vraag stellen. Ik heb ooit wel eens iemand horen zeggen, soms moeten er eerst eieren gebroken worden voordat je een cake kan bakken. We gaan nu even eieren breken. Als je dit wel eens hebt geprobeerd, maar God heeft het nooit geantwoord, moet je hem wellicht eens een andere vraag stellen. Bijvoorbeeld, Heere God, is er iets mis in mijn leven wat u niet aanstaat? Waarom ik uw antwoord niet versta? Of een andere vraag. Welke zonde in mijn leven staat er tussen u en mij in, waardoor ik zelf de doorgang tot uw antwoord blokkeer? God zou zomaar antwoorden kunnen geven, zoals hij dat bij Habakkuk ook deed. God zou zomaar aan u en aan mij de volgende antwoorden kunnen geven, en dan wel vertaald naar de huidige tijd. Hij zou kunnen zeggen, doe je ogen eens wat verder open. Of, er komt een enorme verandering aan in jouw leven. Of, ik heb iets voor jou voorbereid, wat je voorstellingsvermogen ver te boven gaat. Of, wat God helemaal niet zegt, omdat je het toch niet zou geloven. Hij kan ook zeggen, geliefde, ik ben al lang in jouw leven begonnen, maar alleen, je ziet het nog niet. En dat brengt ons weer op het eerste punt wat ik net zei. Doe je ogen eens wat verder open. En dan heb ik het uiteraard over de geestelijke ogen. God ziet iedere zonde, God ziet ieder verdriet, God kent iedere verkrachting,
God kent iedere pedofilische handeling, iedere racistische uitspraak, ieder geweld in welke vorm dan ook. Hij kent het, hij ziet het. En ik persoonlijk geloof zelfs dat hij het voelt. En toch schrijft de schrijver van dit boek Habakuk, uw, zijn Gods, hè, dus uw, dus lees God, uw ogen zijn te rein om het kwaad te kunnen aanzien. Niet dat God de zonde, het kwaad, niet ziet, maar meer bedoelt in de zin dat God ook verdriet doet, dat het ook verdriet doet aan hem, dat zijn geliefde kinderen dit zichzelf aandoen, of dat het hun wordt aangedaan. God heeft zich nooit verstopt. Toen niet, nu niet, en dan gaat hij ook nooit doen. En dat kunnen we ook zien, omdat God daar een antwoord op heeft gegeven. Weet u, Habakuk, zullen we dat gelezen in hoofdstuk 2, en dat staat in vers 1. Daar staat, ik zal mijn wachttoren beklimmen, want ik wil uitzien naar Gods woord in mijn klacht. Spreekt hij hier uit. Eigenlijk zegt Habakuk, zo, ik heb mijn beklag gedaan, en nu is het aan God, en ga ik eens op mijn gemak uitkijken naar wat hij gaat doen. Maar zo werkt het dus niet. Want we hebben ook gelezen in Habakuk hoofdstuk 2, vers 4. Maar de rechtvaardige zal door geloof leven. Er staat niet, de rechtvaardige zal leven door op zijn gemak hier uit te kijken naar wat God gaat doen. Maar zo lezen wij het wel vaak. We bidden, we vragen, we smeken soms, we klagen. We dwingen soms zelfs af. Ik kijk uit naar wat God gaat doen. Zo, mijn job zit erop. Wanneer we dit laatste vers in de context gaan bekijken, staat er dat de rechtvaardige zal leven door geloof, waarin geloof ook trouw betekent. En wat betekent trouw? Dat we standvastig zijn in Gods woord op te volgen. Wat is inhoud? Dat we niet in onze wachtstand gaan zitten afwachten wat God zou gaan doen. Het is niet de bedoeling dat we in onze wachttoren maar eens gaan afwachten wat God gaat doen met onze gebeden. Maar God kent ons. Door en door. En God heeft een oplossing gegeven daarvoor. 2000 jaar geleden. Aan u en aan mij om deze wachtstand om te zetten naar geloofsstand. Want hij wist dat wij de fout in zouden gaan. Hij heeft ons Jezus gegeven, waarvan we zijn geboorte binnenkort weer gaan vieren. Of in ieder geval gaan herdenken. God heeft zijn Zoon aan ons gegeven als overbrugging, zodat wij door onze zonde heen toch bij God kunnen komen. Maar dan hangt wel een voorwaarde aan vast. Veel mensen menen dat wanneer ze gered zijn, ze voor altijd gered zijn en vervolgens in de wachttoren Gods werk willen gaan bewonderen. Maar dan gebeurt er niets meer. Dan worden onze gebeden plotseling niet meer verhoord. God, waar bent u? Schreven wij het dan uit. In de hoogste nood van ons leven. En wij maar wachten tot er iets gebeurt. Geloven staat dus ook voor trouw zijn aan God. Dat betekent dus dat we hem moeten volgen, zodat we zijn antwoorden gaan horen. Trouw betekent doen wat hij je zegt, doen wat hij je opdraagt. Dus de vraag stellen, God, wat staat er tussen u en mij in, is dus nog helemaal niet zo'n gekke vraag. Om er maar een paar te noemen, een handjevol, trots, onrecht, egoïsme, mateloosheid, afgoderij, oneerlijkheid. Het zijn zomaar een paar factoren die ons inderdaad kunnen afhouden van Gods antwoord. Van Gods zegen. God is niet blind voor de zonde in ons leven. Als God daar blind voor zou zijn, had hij Jezus niet hoeven te sturen. Jezus is degene
die je zonde vergeeft. Jezus is degene die je helpt te stoppen met je zonde. Jezus is degene die je verlost van het kwade. Geloven we dat, broeders en zusters? Geloven we dat? Kunnen we daarop staan? Over een paar weken dan vieren we zijn geboorte. En laten we hem, net als Habakuk, lofprijzen en aanbidden. Laten we vanuit onze wachttoren hem aanbidden en volgen. Laten we in actie komen. Laten we hem vertrouwen in wat hij van plan is in onze levens. Doe je ogen eens wat verder open. En stop met om je heen te kijken, maar wat meer naar boven. Naar God. Laat God, zoals Habakuk dat ook deed, zijn specifieke antwoorden, onze specifieke vragen, maar op ons afkomen. Laat God je veranderen, zodat wij, u en ik, meer en meer op Jezus kunnen gaan lijken. Jezus die 2000 jaar geleden voor ons is geboren, uit de maag om ons te verlossen. 33 jaar later is vernederd, is gepijnigd, met zweepslagen en een doornenkroon op zijn hoofd en is gestorven aan het kruis op Golgotha. Om mij en uw zonde te dragen. Maar na 3 dagen later weer op te staan en ons eeuwig leven aan te geven. Is opgestaan om ons eeuwig leven te geven. Laten we hem vertrouwen en volgen in wat hij zegt in zijn woord. Ik wil u zeggen vanaf deze plek, broeders en zusters, dat het niet altijd makkelijk is om je voor te bereiden op een spreekbeurt. Ik heb u ook wat vaker gezegd, broeders en zusters, dat het soms echt enorm aan me knaagt als ik een spreekbeurt ga voorbereiden. En in dit geval was het wel heel erg, ja, maar ik wou zo zeggen, vervelend voor mij. Ik ben er heel eerlijk in. Ik heb me eerst voorbereid op een ander boek. Jona. Vervolgens was dat het niet. Vervolgens pakte ik het boek Nahum. Dat heb ik ook voorbereid. Dat was het uiteindelijk ook niet. Dan vroeg ik weer aan God, ja God, maar weet u, ik kom ook een beetje in tijd nog ondertussen, dus wilt u mij een klein beetje helpen? Want ja, als dit het dan ook niet is, wat dan wel? Toen werd het niet gaan. En uiteindelijk is het Habakuk geworden. En deze boodschap valt mij zwaarder dan ik in eerste instantie had verwacht. En waarom? Omdat ik een boodschap aan u moet vertellen, wat zo herkenbaar voor mezelf is. En als u zich ook herkent, wil ik echt aan u vragen, laten we samen opstaan. Laten we samen gaan staan op het woord van God. Laten we samen nogmaals die bekering ingaan. Zoals Habakuk ook deed. Habakuk bekeerde zich op dat moment. Hij klaagde bij God, hij zag het niet. Boos misschien, teleurgesteld, dat zeker. Dat gebeurt bij ons ook. Nou, laat ik het anders zeggen. Als dat niet met u gebeurt, dan is mijn vraag, wat doet u hier dan? Vanuit het diep van mijn hart wil ik u vragen, wat ik net open eerlijk tegen u gezegd heb, als u dat net zo voelt als ik, laten we dan samen opnieuw de bekering ingaan. Net als Habakuk, die in hoofdstuk 3, dan moet je goed begrijpen, vroeger stond er geen hoofdstuk, hè, maar zoals wij het hebben gelezen, dat Habakuk aan het eind van het verhaal jubelt en God lof prijst. Ook al komt die ellende eraan, we hebben dat gezien. De Israëlieten die stonden, die werden door de Babyloniërs overwonnen. Oftewel, dan zou de vijgenboom niet bloeien en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn,
de vrucht van de olijfboom teleurstellen. Al zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runderen in de stallingen zijn. Nochtans zal ik juichen in de Heer. Is dat niet geweldig? Alle teleurstellingen, alles wat je overkomt, alles wat je wordt aangedaan of is aangedaan en wat er nog gaat komen, dat is eigenlijk wat hier staat. Ook al sta ik met lege handen voor uw troon, ga ik er toch nog lopen lofprijzen en toezingen. Want u heeft het antwoord op mijn verdriet. U heeft het antwoord op mijn toekomst. U heeft alles in uw hand. U beheerst alles. U bent de maker van hemel en aarde. U bent de maker van mijn ziel, van mijn geest. U bent de maker van mijn persoon die ik ben. Ja, het is terecht dat je die vragen hebt. Het is terecht dat je de vraag hebt van God, waarom overkomt mij dit? Heer, 30 jaar geleden is dat met mij gebeurd. Heer, gisteren zit mij overkomen. Heer, ik heb deze energie gestopt met mijn gezin en dit is het resultaat. Hoe kan het zo zijn dat dit zo gelopen is, Heer? Terechte vragen. Hoogstwaarschijnlijk u bezighouden, maar ook mij. En God zegt tegen ons, ik ben al aanwezig in jouw leven. Je ziet het alleen nog niet. Ik ben al bezig in jouw leven, vanaf toen je geboren werd ben ik al bezig. Sterk nog, toen je nog in de moederschoot zat, was ik al met jouw leven bezig. Ik ken je, ik weet wie je bent, ik heb je gemaakt, je bent mijn kind, ik hou van jou, je bent mijn parel. En ik geloof erin dat God zelf zegt van, ik snap die vragen van je. Ik snap waarom je bidt, waarom je dat verdriet hebt. Ik snap waarom je al die ellende mee moet maken. Sterker nog, ik heb het misschien wel gedirigeerd. Kan je dat voorstellen? Dat God dirigeert dat je verdriet en ellende in je leven meemaakt? Als je dit boek leest, dan begrijp je ook waarom God sommige dingen toelaat. Of inderdaad dirigeert. Om ons te brengen, om ons te vormen. Zoals hij wil dat we worden. Om uiteindelijk in ons verdriet, in onze ellende, maar ook in onze mooie momenten van ons leven, op ons knieën te gaan. Voor hem, die voor ons aan het kruis gegaan is 2000 jaar geleden. En ik moet zeggen, ik kijk er naar uit om kerst te vieren. En ik weet ook, kerst is niet kerst zoals het doel zou moeten zijn. Dat weet ik ook. Maar ten diepste mogen wij als christenen weten dat we de geboorte van Jezus herdenken. Dat is de essentie. De geboorte van Jezus te vieren. Jezus zei tegen ons, alle die vermoeid en belast zijn, kom tot mij en ik geef je rust. Ja, er zijn wel wat stormen in ons leven, denk ik. Als ik zo de stoelen bekijk en ik kijk zo wie erop zit en denk van ja, er zijn wel wat aardige stormen in ons leven geweest. Of misschien zelfs op dit moment. Er spelen wel wat zaken, ja. En ik wil u aanmoedigen. Echt waar, ik wil u echt aanmoedigen. Met elkaar, of alleen in die binnenkamer, of samen met uw partner, of zuster of broeder. Kom uit je wachttoren. Sta op. Blijf hier zitten. Want voordat je het weet, ben je degene die het verdriet en de ellende omarmt, in plaats van wat Habakkuk deed, God omarmt. Snap wat ik bedoel? Het is soms zo makkelijk om, en dat is ook een dreiging, om in die positie te vervallen van zelfmedelijden. Stap eruit. Het kan. Het kan echt, want met Jezus, Jezus heeft je de kracht gegeven, die Heilige Geest, die kan je daarbij helpen. Dus laten we ons richten op Hem. En het gaat je helpen, zonder meer. En velen van ons hebben die ervaring al. Daarom wil ik u vragen voor degenen die daar misschien wat minder ervaring mee hebben. Dat kan namelijk, daarom zijn we bij elkaar gezet door hem.
Ga naar diegene toe die zogenaamd ervaringsdeskundige is. Ga samen bidden. Ga samen praten, ga samen huilen met mij. Laat het bovenal weten dat Hij degene is, dat Jezus degene is geweest, die alles wat ons is aangedaan, door anderen, dat aangedaan is door overmacht, waar het niet eens iemand voor aan te wijzen is, maar ook voor alles wat we zelf gedaan hebben, dat Hij daarvoor aan het kruis gegaan is. En daarom heb ik ook een lied klaarstaan, ik heb het eerder laten horen, maar alleen al zijn naam, alleen zijn naam, Jezus, in deze wereld, de wereld waarin we nu leven van corona, van onzekerheden, social distancing, dus knuffelen, ho maar, dicht bij elkaar staan, ho maar, een schouderklopje, ho maar. Ja, we hebben het nodig. En ook die gebieden worden we aangevallen. We hebben laatst in quarantaine gezeten. Goh, wat was dat leuk zeg. De eerste paar dagen was wel prettig, ik kom nu wel tot rust. Maar ja, dan kan je twee zondag niet naar de kerk. Nou, dat is ook vervelend. Dat vinden wij niet leuk. Op een gegeven moment komen de muren op je af. We hebben het goed volgehouden, dat moet ik wel zeggen. Maar zo, daar zijn we niet voor gemaakt. We zijn er echt niet voor gemaakt om ons af te zonderen. We zijn gemaakt om elkaar op te zoeken. Elkaar te bemoedigen, elkaar aan te spreken. En Jezus is een soort van lijmmiddel, of hoe zeg ik het, een soort van, als je een huis gaat bouwen heb je cement nodig. Als je een kerk gaat bouwen, een gemeenschap gaat bouwen, heb je lijm nodig. En die lijm is niets anders dan Jezus. Hij zorgt ervoor dat het bij elkaar gezet wordt. Hij heeft ervoor gezorgd dat wij hier met elkaar zitten. En hij is ook degene die ons bemoedigt. En dat mogen we weten, omdat Hij voor ons aan het kruis gegaan is. En voor ons is gestorven. En onze zondes heeft gedragen. En ook de zondes voor degenen die ons iets hebben aangedaan, is Hij ook voor gestorven. En alleen al zijn naam, als je zijn naam uitspreekt, dan wordt het stil om je heen. Heb je dat niet als je... Ik begin soms wel eens met een gebed. En dan weet ik eigenlijk niet zo goed wat ik moet bidden nog. En dan moet ik een beetje in die... Ja, het is druk altijd en het is hier druk en daar druk en mijn telefoon en mijn scherm. Maar dan begin ik gewoon met Jezus. En dan voelt het, dan gaat het zo van af, dan wordt het stil. We hebben nog geen woord gezegd. Zoveel kracht zit er in zijn naam. En wij mogen als christenen het ook uitstralen in de wereld. En zoals Habakkuk dat ook deed, kan dat niet anders dan eerst naar God toe te gaan natuurlijk. En daar met je handen omhoog te gaan staan, als een klein kind om te ontvangen wat Hij je wil geven. Zoals Habakkuk dat min of meer ook deed. Om maar even terug te gaan naar wat Hij in het begin zei. Hij zei, hoe lang, Heere, roep ik om hulp en Gij hoort niet. Schreeuw ik tot u. Hij schreeuwt naar God. Hij schreeuwt. Geweld, uitroepteken. En Gij verlost niet. Dat komt omdat Habakkuk het nog niet had gezien. Hij was al lang bezig. Zo ook in onze levens doet Jezus dat. En dit wat ik met u samen hoor of wil luisteren, is hoe mooi zijn naam is. Ook al bloeit de vijgenboom niet, dan komt er geen opbrengst aan de wijnstok. En ook al stelt de olijfboom teleur, en ook al zullen de akkers geen spijs opleveren, en ook al zijn de schapen uit de kooi verdreven, en zijn er geen runderen meer in de stallen, maak u dan vragen, broers en zusters, om toch te blijven juichen in de Heer. Ik wil u vragen om te gaan staan voor de zegen.
En ik wil u daarna vragen om weer te gaan zitten. Daarna, na de zegen, want Reggie heeft nog een boodschap. De Heere zegen u en behoed u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede. In de naam van de Vader, zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. Amen. Indien het woord tot uw hart gesproken heeft en u de zekerheid wilt ontvangen dat u gered bent en dat u het eeuwig leven in Christus Jezus heeft, dan wil ik u uitnodigen om uw hart en uw leven aan de Heer Jezus te geven en hem te aanvaarden als uw redder en uw verlosser. Dat kunt u nou doen door samen met mij het zondagsgebed te bidden. Zegt u mij na. Heer Jezus, ik dank u voor wat u voor mij gedaan heeft aan het kruis. Ik dank u dat u voor mijn zonde gestorven bent, zodat ik het eeuwig leven met u mag verkrijgen. Ik belijd al mijn zonden en ik vraag u mij die te vergeven. Ik wil graag een kind van u worden. En ik nodig u uit om in mijn hart te komen wonen. Ik neem u aan als mijn persoonlijke redder en verlosser. In Jezus' naam vraag ik u dit. Amen. Ik heet u welkom in het Koninkrijk van God. U bent nou een kind van God geworden en u heeft nou het eeuwig leven in Jezus Christus. Amen. Wilt u meer te weten komen over onze Heer Jezus Christus en zijn liefde voor u, neemt dan alsjeblieft contact met ons op. U kunt dit doen door naar onze website te gaan en daar een boodschap achter te laten. Dat is pinkstergemeentedewijnrank.com. En wij nemen dan zo gauw mogelijk contact met u op. U kunt natuurlijk hier ook uw gebedsverzoeken achterlaten. God zegen u.